nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe workout-video. Het is echt al heel erg lang geleden dat ik überhaupt een workout-video heb opgenomen. Ik denk al wel een jaar geleden. Ik kreeg nog regelmatig de vraag of ik nog eens een keer een nieuwe workout-video opneem. Want de mensen die mij volgen op Instagram weten dat ik zo nu en dan eens een keer een fotootje neerzet op mijn stories. En om te laten zien dat ik weer een workout heb gehad. Ik doe dat eigenlijk elke maandag. Elke maandag ga ik sporten. Of ja, ga ik sporten. Ik sport thuis. Dus ga ik een workout video doe ik. En er is wat een en ander een beetje veranderd in mijn workout schema. Het is ook wel een beetje nog steeds hetzelfde. Maar dit is eigenlijk gewoon de enigste sportactiviteit wat ik volhou. Ik heb al eens een keer met de Wendy Disc Club heb ik alles meegedaan. Dat heb ik ook al eens gedaan en heb ik volgens mij een half jaar of zo volgehouden. En dit is eigenlijk, deze workout video's die houden mij eigenlijk wel redelijk goed vol. Ja? Ik ben niet zo heel erg actief qua sporten. Ik sport eigenlijk ook maar gewoon één keer in de week. En dat is meestal op de maandag. En heel soms doe ik s'avonds nog eens een keertje een workout video. En tegenwoordig ben ik samen met mijn zusje de 6000 stappen aan het behalen elke dag. Dus gaan we ook vaak nog s'avonds wandelen. Daar komt trouwens binnenkort ook wel een soort van challenge video aan. Want wij hebben namelijk iets in gedachten om te gaan doen. En als je afvraagt welke video's volg je dan. Dat zijn vooral, dan moet ik heel even op Instagram gaan kijken. Want ik weet zo eventjes 1, 2, 3, niet hoe zit. Ik ga heel even opzoeken welke video's ik volg. Er zijn een aantal. Ik doe verschillende soorten video's. Doe ik dan op de maandag, speel ik die af en dan ga ik die meedoen. Ik heb ook al een beetje een eigen schemaatje gemaakt zoals ik het zelf wil gaan doen. Dus de ene maandag, het is trouwens ook niet om, het is gewoon om een beetje sportief te blijven. En voor de rest hoef ik in principe niet veel te sporten, want ik fiets de hele week al. Dus maar om toch een beetje actief te blijven en ja, omdat ik er mij goed bij voel, doe ik dat. Dus ik volg de video's van Pamela Rijf. Dit is haar YouTube kanaal. En zij heeft bijvoorbeeld 10 minuten cardio workout of 5 minuten of 10 minuten voor de buik, de billen, de upper body. En ja, elke week doe ik wel gewoon een videotje, speel ik af. En dan heb ik ook een beetje mijn eigen routine ertussendoor zitten. Ook volg ik de video's van KP Active. En vandaag in deze video ga ik je laten zien mijn 10 minuten workout voor de full body. Dus het hele lichaam. Voor de full body workout heb je natuurlijk ook gewoon de buik, de benen en de billen. Die drie dingen zijn een beetje ook wel de belangrijkste punten die ik graag wil volgen. En ik zal in ieder geval stoppen met praten en gelijk gaan beginnen aan de workout. Wil je meedoen? Dat kan. Trek dan nu je sportoutfit aan. Ik zal eventjes wachten. Top. Dan kun je nu meedoen met deze workout. Dit is een 10 minuten workout.
Ik doe trouwens alle workout stukjes 30 seconden. Het ziet er misschien een beetje krakkemikkig uit, maar ik heb best veel spierpijn. Ik heb gisteren namelijk ook gesport. Sorry, ik ben buiten adem. 1 minuut pauze gehad. Drink alsjeblieft eventjes. Hydrateren is goed voor je, dus drink een flesje water. En dan gaan we weer verder.
Dan, super. Ik wil je bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en meesporten. En tot de volgende keer.